Als je wil zien wat er morgen gebeurt op telecomgebied, dan moet je naar Qualcomm gaan om te kijken wat voor chips ze nu maken. Internet of Things connectivity gaat natuurlijk via allerlei kanalen. Alles in je huisje, thermostaatje, licht, alles wordt connect. En de Snapdragon Flight Module zit natuurlijk in allerlei verschillende drones. Alles met audio zit er nu tegenwoordig gewoon de chips in van Apple, maar van iedereen. Alle wearables en natuurlijk ook alle brillen die draadloos verbonden zijn. En natuurlijk 5G, heel populair. Live demo met 5G, met signal, steering. Ze hebben net een nieuwe chipset gelanceerd. 5G gaat op 28 GHz of op 6 GHz gebeuren, waar de meeste mensen operators hebben. En in 2019 moet het commercieel worden gelanceerd, 2020 in de Olympische Spelen in Japan. En dat gaat nu heel hard. Er is nu een chipset gelanceerd door Qualcomm, waarin alle verschillende standaarden worden ingeberkt. En dat is natuurlijk alleen maar nog een basis van een nieuwe standaard die gemaakt moet worden, die nog afgemaakt moet worden. En ook hier heb je Gigabit LTE. In Australië is dat nu net gelanceerd 2 weken geleden. 360 graden video kun je daar al mooi mee doen en overal eromheen lopen. En dit is de tweede telefoon van de show, 1 gigabit download. De Sony. En ook hier weer Google Daydream, de virtual reality bril van €50. Hier laten ze virtual reality zien met de nieuwe Qualcomm Snapdragon 835, die vooral veel efficiënter is met energie en niet zoveel meer power. Maar ja, 3D, echt gewoon intensief, 6 degrees of freedom. En bij Cisco zien we van Deutsche Bahn een oplossing, een camera die gewoon kijkt of stoelen bezet. Dus je ziet hoe druk het is. Kijk, en Intel gaat gewoon in de auto's. Intel gaat autonomous driving. En ze werken met BMW. Hier zien we het 5G basisstation in een auto. Met de sensoren. En de maps, de real-time maps zijn terabytes en je hebt 5G nodig. Intel heeft het helemaal verloren op het gebied van telefoons, maar gaat nu weer proberen in de auto met 5G. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nvidia als platform of Intel. Ze gaan er in ieder geval voor hier bij Mobile World Congress. Dit was dus Qualcomm en dit was dus zeg maar Intel en Cisco. We komen zo met je mee terug bij versie 3.0 van de show, de VIP Tour.